jeugddagboek. Vandaag wilde Sabrina op school iets met me bespreken. Of eigenlijk iets vragen. Ze deed super aardig en lief, maar daar trapte ik mooi niet in. Ze vertelde dat haar knuffelbeer kapot was en omdat ik zoveel van naaien weet, vroeg ze zich af of ik wilde helpen hem weer in elkaar te zetten. Probleem is dat Sabrina geen knuffelbeer heeft. Maar ik ken iemand die er wel een heeft. Chloe! Is dat jouw knuffelbeertje, Chloe? Waarom zou ik Chloe Bourgeois helpen? Ik bedoel, zij is verantwoordelijk voor bijna de helft van alle accommeringen sinds Havikmot opdook. Misschien werkt ze wel met hem samen. Het verbaast me niks als hij haar om hulp heeft gevraagd met haar talent om negatieve emoties op te roepen bij mensen. Hoewel sommige geaccommeerde schurken zoals Gorizilla en Riposte het op Adrian gemunt hadden. En ik weet heel zeker dat ze niet wil dat hem iets overkomt. Volgens mij geeft ze echt om Adrian. Dat is dan ook gelijk het enige wat ik gemeen heb met haar. En trouwens, Adrian heeft een goede invloed op Chloe. Hij kreeg het zelfs voor elkaar dat ze een keer iets aardigs deed. Weet je nog dat ze een feestje gaf om goed te maken dat ze zo rot had gedaan? Maar luister, Chloe blijft natuurlijk wel Chloe, dus dat aardige was er gauw vanaf. Ik krijg dorst van al dat dansen. Weet jij waar de ijsklontjes zijn? Hoe moet ik dat weten? Ik ben je slaafje niet. Zoek het zelf uit. Maar het begin was er. En wie weet, misschien wordt ze wel gewoon aardig als ze wat vaker aangemoedigd wordt. Misschien heeft ze gewoon een kans nodig. Oké, ik zal haar knuffelbeer maken. Tot gauw maar weer, lief dagboek.